Yo mensen, tof weer deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag weer de Feyenoord Beneliga Career Mode. En vandaag gaan we ook wat, heel wat transfers krijgen. Of ja, spelers die komen, weggaan. En we gaan het wisschappelijk toernooi snel doorheen. Uh, het eerste speler waar we aanbod op krijgen is op Danilo. Maar die ga ik niet verkopen. Die blijft gewoon bij de club. Ik heb wat spelers op de leenlijst gezet. Deze spits halen we. Zetten we daarna wel op de leenlijst. Maar goed, we halen hem wel. Een jeugd, toekomstige dat is de goede spits in Japan. Of Volgens mij, als ik het goed heb. je maar, ik leen hem uit aan Wolves. Wolverhampton. Everton de volgende tegen Szymanski. Fidel En ik ging in omhandeling Kijken of Fidel het bedrag wat wij voor Szymanski willen. ook daadwerkelijk kunnen gaan geven. Maar uh, ze wel dan niet. Nou, dan, ik ga niet minder. Nee, ik blijf gewoon daarbij. Everton de volgende tegenstander. Die verliezen. Zo, het ligt hem dus uit het verschappelijk toernooi. je maar wordt uitgeleend. Rasmussen gaan we mee in onderhandeling met Sevilla. Kijken of hij naar Sevilla vertrekt. Naar Spanje. Jacob Rasmussen. Ik zeg. We spelen ruilen misschien. Karim Rakik. Willen ze die ruilen voor een bedrag dan, uh, van uh, 20 miljoen. Voor Rasmussen. Nee, daar gaan ze niet mee akkoord. Dus blijft hij dus uh, voor nu gewoon hier. Kokcu Afkoopsom betaald. Die moet ik even gauw uh, veranderen. Want we willen niet natuurlijk, dat, ja, misschien wordt hij wel verkocht, maar niet van zijn deuren. deur. Uit, of tenminste, zijn afkoopsom. Ik wil natuurlijk meer voor hem krijgen, voor Oorde Kamp Dus even kijken, we gaan even het contract verlengen. Waar staat hij? Koktje, en dan is hij verlengd. Hij staat wel op de verkooplijst, want ja, hij heeft ook geen basisplaats meer. Want de eerste, uh, trouwner, ook al, die moeten we ook even verlengen. Maar uh, Weimar is uitgeleend, en wij hebben onze eerste volgende wedstrijd, ja, de, wat de Johan zal zeg maar is. Maar hier dan in de Beneliga, de Beneliga-schaal, wat ik voor u wil noemen, tegen Ajax. En we gaan eens dus kijken hoe wij opgewassen zijn tegen Ajax. Dit Ajax, dit toch wel nieuw, fijn, Nooit Met een paar verrassende wijzigingen. En ook in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax gaat er een hele, hele erg bijzondere verandering plaatsvinden. En we gaan daar geen speler voor Of geen speler voor halen. Want we schuiven gewoon, we schuiven gewoon door. En een bankspeler verschuift naar de basisplaats. En het is wel een hele belangrijke speler. En er gaat wel een rol veranderen, dus in dit elftal. Een paar dingen gaan we op de bank ook aanpassen. En nu dus nog meer richting de wedstrijd tegen Ajax. Bognik lenen we ook kaart aan FC Porto. we dit is ook al niet ging gaan gebruiken. Ook met de komst van um, Cavani. Bjorkan gaan we nu proberen te halen. De man die echt ook naar Feyenoord is gekomen. En voor hem gaan we 10,9 betalen. En daar gingen we natuurlijk mee akkoord. En hij zei, de eerste aankoop dit seizoen naast Cavani van Feyenoord. Dit elftal. En hij wordt de man achter Lopez. En ook Boulade, of hoe je het ook mag uitspreken. Wordt ook, komt ook en Mark Diemers wordt in de reel betrokken. En dan gaat hij mee akkoord. Zo is hij ook een van de spelers die dus nu komt naar de Kuip. Ook hier in Micro-Career Mode. Rotatie, vijf jaar. Nou, geen afkoopzonde doen we niet. En een salaris stap we accepteren. En zo is hij dus ook nu fijn hoor. Dan gaan we de bank wat aanpassen. Want uh, ja, hem nemen we natuurlijk mee. Dan gaat hij in plaats van Weddenreiter. En ook uh, Barladu ja, gaat ook mee in plaats van Timmermans, de jeugdspeler. Evens wordt uitgeleend. Top. Super. 7 augustus pas is die Jansen lenen we uit. De doelman die we toch nu niet, ook niet gaan gebruiken. Diro Soen. En er was een speler uitgeleend. Maar ook Dilerossoen gaan we niet verkopen. Die willen we ook behouden. Maar we kregen een bot op uh, Geertruiden. Van we een wel hele bekende ploeg. Die ook Malatia had weggehaald. En ik ging onderhandelen Kijken of we hem voor een mooi bedrag kunnen verkopen. Aan Manchester United. Gaat dat lukken? Geen, spelers, geen spelersruil. Ze bleven het proberen. Spelersruil. Maar ik ging daar niet op in. 65 miljoen. Ze bleven op 23 miljoen zitten. Ik deed nogmaals. 65 miljoen. En uiteindelijk. ging Manchester United ermee akkoord. En dat betekent... Dat Gertruida vertrekt naar Manchester United en dat Pedersen zijn plaats overneemt in de basisopstelling. Dan gaat op de bank Benita plaatsnemen en de aanvoerder wordt Jorginho en Alden van dit Feyenoord en dus richting de West tegen Ajax. Eén grote verandering. Taboini wordt uitgeleend, maar de grootste verandering is wel dat Geertruida verkocht is aan Manchester United. En we gaan kijken hoe dit Feyenoord dus gaat staande houden. En even supporto, Ja, ik zei, die laarsom gaan we niet verkopen. Maar ja, toch wel een interessant bot op hem. Maar uiteindelijk gingen ze er niet op in. Maar voor jullie, ook voor de volgende aflevering morgen. Laat transfers achter. Spelers, jullie willen zien. In een beetje vrij op tijd. Want ik wil de video na mijn werk opnemen. Spelen zeggen. Spelen en opnemen. Dan kan ik jullie transfer suggesties nog meenemen in die aflevering. Dus als jullie het om 6 uur kijken. Of in de ochtend. Zet, zet het gelijk neer. Wat jullie willen zien bij dit Feyenoord. We gaan nu de wedstrijd spelen. Ja, en een soort is het. Ja, schaal. Ja, een soort John Kruijfschal-achtige wedstrijd. Het is nou een beker dan wat hier staat. Maar uh, het wordt Feyenoord tegen Ajax. En de vraag is, hoe is dit Feyenoord opgewassen met het gemis van Geertruida? Maar de komst van Cavani, hoe gaat hij zich staande houden in dit Feyenoord? De 36-jarige, als ik het goed heb, spits. Die nog steeds hier voor een avontuurtje gaat in de Beneliga. Om het Feyenoord mooie prijzen te pakken. Daarna Danilo. Andere opstelling voor Feyenoord. Een twee-spits systeem voor de Rotterdammers. Cavani en Danilo voorin. Gimenez is op de neerlijst gezet door Wesley. En de bal zit hier voor Ajax in het begin van de wedstrijd. Nesri. Richting Taric. Feyenoord wil de druk gelijk zetten. En dat lijkt ook te gebeuren. Hier de bal voor Pedersen. De man die uh, naar de basis verschoven door het transfer van Geertruida. Hier bal zit voor Danilo. Danilo. En dan de rebound dan. Ja hoor. Oh, ik ben de 1-0 vergeten erin te zetten. Want het is nou 2-0. Ja, de 1-0 was, vol was volgens mij ook voor Danilo. Je moet, ja, die moet, die moet hem dan niet kwalijk nemen. Maar het was dus al 1-0. En zeker was hij ook van Danilo na 2 minuten. En nu dus ook deze, dit doelpunt. Weer Danilo. 2-0. Idrissi. Feyenoord is uh, in ieder geval goed bezig. Zima Zimanski. Zimanski. De redding van Onana. Hoekschop voor um, Feyenoord. Kortgenomen hoekschop, Zimanski, Dielroossoen, Dielroossoen, voorzet komt en schot geblokt, Pedersen. En dit lopje gaat ook maar net over de redding van de doelman. Hoekschop weer, kortgenomen hoekschop, Idrissi, bal weggehaald door Nes Nesri, opvang hier weer door Wijnaldum. Kwartier hier gespeeld. Wijnaldum met de voorzet. En die komt niet aan. Gravenberg. Met het balbezit. Feyenoord uh, zit wel te druk. En dat gaat, goed, gaat zo goed af. Zimanski uiteindelijk met het balbezit. Zimanski, Zimanski, Zimanski. Schot geblokt. Maar de rebound is er. En het is Cavani. Met zijn eerste doelpunt voor Feyenoord. Met rug nummer 13. Het is uh, 3-0. En het is zijn eerste voor de Rotterdamse ploeg. Het is 3-0. En het is Cavani. Perfect gedaan. Lopez zit er goed tussen. zo ook een Aegis er niet uitkomen. Feyenoord is weer dreigend. En weer zoekt Feyenoord. De aanval. Cavani. Goede lop richting Danilo. En die kan voor zijn header gaan. En is een header. Het is 4-0. Drie keer Danilo, één keer Cavani. En het lijkt erop dat de twee spitsen zich elkaar heel goed kunnen vinden. Goede combinatie, Danilo, Cavani. De ervaren spits met een nog groeiende spits voorin bij Feyenoord. En dat bewijst maar weer zijn klasse. Dilroh ook hij kon het, trouwens, verkrijgen, maar ging niet. En is nu voor de 5-0. Hij tekent voor de 5-0. Feyenoord lijkt Ajax af te straffen in deze eerste wedstrijd voor Feyenoord dit seizoen. Gaat het naar een monsterzegen, een historische zegen. Het was ooit 10-0 PSV Feyenoord. Dit is een prachtig afstandsschot. Weer van de andere spits. Nu weer van Cavani. Twee keer Cavani. Drie keer Danilo, één keer Diorossoen. Dat zijn de mannen van de doelpunten bij Feyenoord. 7-0. Oh, ik ben die zevende... Ja, ik ben weer die zevende vergeten. Ik ben echt... Ja, het waren zoveel doelpunten. En ik uh, ben even sommige doelpunten vergeten erin te zetten. Maar Feyenoord... Ja, slacht Ajax echt af deze wedstrijd. Het is een monster zeg. Ik zei het al. Ooit als het 10-0 voor PSV tegen Feyenoord. Toen heb Feyenoord 8-0 laten gewonnen van Ahead aangesproken volgens mij een keer met 13-1 of 2 gewonnen. Ik weet niet meer tegen wie dat was. Maar de Monzezege hier in deze toch wel een soort uh, Johan cruijffschal wedstrijd Is toch wel een voor de geschiedenisboeken. Zeker te weten. Met het uh, spitse duel wat zich moeiteloos elkaar vinden. Eerst zelf zit hier bijna op. 7-0 voor Feyenoord. Wordt het dan nog 8-0? Nee, dat uh, zou wel heel te gek zijn. Die is in ieder geval een goede start voor de ploeg van, van, ons, van, van ons van Wesley Fokker. En we hebben er dus zeven in liggen. Ja, de tweede helft ga ik gewoon eigenlijk snel simuleren. Want het kan niet meer fout gaan. Wat gaat de tweede helft worden voor Feyenoord? Ik denk wel gewoon deze ja, schaal. Johan Kruijf schaal wedstrijd of beker ja, Beke winnen. Ja, dat doen we ook. 7-1 gewonnen. Klaassen nog in de laatste minuut weer te scoren. Maar het mocht niet meer baten natuurlijk. Zo winnen wij met 7 1 liefst van Ajax. Dan gaan we dus door. Ja, het klinkt best raar te zeggen, maar wij hadden nu een goede dag met de spitsen die elkaar moeiteloos vonden. Uh, jeugdspeler Dennis, die gaan we trouwens nu toevoegen en ook op de leenlijst zetten. Lopez transfer naar Veenabadje. Als hij weggaat, dan schuift nu dus uh, kan door naar de basisplaats. Maar we gaan eerst kijken of Veenabadje het bedrag wil betalen wat wij voor hem willen: 10 miljoen. Maar ze bleven en nee, ze wezen gewoon gelijk af. Nou, dat kan ook ze blijft hij dus gewoon de basis euh, middenvelder linksachter van Feyenoord. En we gaan Dennis nu dus even op de leenlijst zetten. Even kijken, waar staat hij? Middenvelder. Um, nee, nee ja, deze ook op de leenlijst, die spits. Als ik even vergeten. En dan hebben we dus. Um, even kijken, hoor. Daar is uh, hij. Nee, ja, die zat Oké, okay. hier Dennis, leenlijst. En dan gaan we door naar de eerste competitiewedstrijd. Die is tegen PSV. Schuld gaan we niet verkopen. Zeker niet een van onze jeugdtopspelers. Die we eigenlijk niet zoveel gebruiken. Hè. Dat is zonde. Uh, maar tegen PSV is dus de volgende wedstrijd. Uh, Oké, okay, die speler komt niet. Die, uh, nou prima, dan, dan niet. Tegen PSV. De volgende aflevering dus. Maar laat. Ik neus gaan we uitdelen aan Estel Villa. Maar laat jullie trouwens achter nu in de reacties laat we weten wie jullie willen zien in dit faier noord. Ik heb er geld voor, dus ik zou zeggen laat het achter. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. En later.